Het is belangrijk dat zo'n monument niet in verval raakt. De monumentale begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn krijgt een grondige opknapbeurt. De bijna 125 jaar oude begraafplaats wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp. Hier zijn ze mee bezig gegaan de letters te schilderen en hier gaan we volgende week mee verder. De eerste begrafenis vond plaats in 1897. Zoveel jaar later is er vaak geen nabestaande meer die een graf onderhoudt. Met hulp van vrijwilligers worden de monumentale grafmonumenten nu in ere hersteld. Het is belangrijk dat zo'n monument niet in verval raakt. Zo'n hekwerk gaan wij schoonmaken als vrijwilligers en wij gaan hem schilderen. Vooral het oudste deel van de begraafplaats wordt aangepakt. Dat is ja, wel echt van een hele bijzondere kwaliteit, omdat die stijl die vind je eigenlijk maar zelden terug in Nederland op andere plekken. De begraafplaats is ingedeeld in vakken voor verschillende klassen die er toen waren. De eerste klas kun je zien, er is heel ruim opgezet. Hier was het echt wel, het moet klasse uitstralen. En als we dan naar de andere kant kijken, daar heb je de vierde klas en die zijn echt gewoon veel kleiner. Dit is een veld vierde klas zoals je eigenlijk in Nederland niet meer aantreft. Zo compleet dat men dit eigenlijk wel helemaal wil bewaren. Maar er wordt nog steeds begraven. Met de opknapbeurt is nu besloten dat er geen plek meer is voor moderne grafmonumenten. Het valt gewoon uit de toon. Het staat niet in dit geheel. De opknapbeurt moet dit jaar nog klaar zijn.